Op de drukke straten van New York geen auto te bekennen. Verboden te rijden vanwege de voorspelde sneeuw. Maar de historische sneeuwstorm blijkt een historische deceptie. They shut the whole city down for a few inches, yeah. Which they don't normally do. Miljoenen mensen spoedden zich gistermiddag naar huis. Op de vlucht voor tot wel een meter sneeuw. Maar zoals onze camera gedurende de nacht filmde, viel het wel mee. Er viel minder sneeuw dan was verwacht. Op deze motorkap bijvoorbeeld, nou, ik schat zo'n 15 centimeter diep. Dat is nog geen derde van wat was voorspeld. Uit voorzorg ging de stad op slot. Bruggen, tunnels en wegen werden gesloten. Scholen bleven dicht. En voor het eerst in de geschiedenis werd zelfs de metro een nacht stilgelegd vanwege de sneeuw. Dus zat er vanochtend niets anders op dan de fiets te pakken of te lopen naar je werk. Kids are out of school, but their mother is away. And their babysitter lives in Brooklyn, so she couldn't get here, so they're coming to work with me today. Niet iedereen baalt ervan. You never get to see New York City like this. I mean, whoever saw it looking like this, empty with cars, it's a really cool experience. Got some coffee, so it's not all that bad. 30 kilometer buiten de stad was het wel raak. Daar en in de staat Massachusetts blijft het sneeuwen. De sneeuwtotalen lopen op tot meer dan 70 centimeter in één dag. In New York zijn de meeste straten en trottoirs inmiddels weer begaanbaar. Langzaam komt de stad weer op gang, maar veel winkels en kantoren blijven voorlopig nog dicht. En bijvoorbeeld de vervoerssector kon vanwege het vervoersverbod 12 uur lang zijn werk niet doen. Kortom, die voorzorgsmaatregelen leiden tot een economische strop. Toch zegt de burgemeester geen spijt te hebben van zijn strenge regels. Better safe than sorry. We had a consensus from the meteorologists across the board that this thing was going to be easily 2 feet. Het is een kwestie van tijd tot banken opengaan en New Yorkers weer koffie kunnen krijgen. What we want to see is the city back and up and running. De sneeuwapocalyps was het misschien niet, maar er ligt in elk geval genoeg voor een paar sneeuwpoppen. Erik Maurton, RTL Nieuws, New York.